Jeroen, pak je kaart eens op. Oké. Okay. Heb jij van mij van voordelen van een cabaretier zijn... Uh-huh. Een sabbatical van 15 jaar? Nee, dat heb ik niet, nee. Nee. Heb jij van mij van voordelen van cabaretier zijn? Ja, dat heb je. Dat hebben namelijk alle cabaretiers een tweede huis in het buitenland. Ja, tuurlijk. Ja, die heb ik. Ja, tuurlijk. Ja, maar daar heb je gelijk in. Alle cabaretiers die wij kennen, die jullie ook kennen... die hebben allemaal een tweede huis in het buitenland. Allemaal. Behalve Herman Vinkers, die heeft twee huizen in het buitenland. Die staan allebei in Twente. Mijn huis in het buitenland staat in Spanje, dames en heren. En is getiteld Can Canción, heet dat huis. Huizen het lied. Snap je? Mooi, hè? En dat heb ik zo uitgekozen omdat ik het eigenlijk altijd moet denken aan een prachtige dichtregel van Slauwerhof. Die heeft namelijk een keer gedicht. Slauwerhof mag op de kist, Harry. Nee, doe ik niet. Het is maar één zinnetje. Het is wel van Slauwerhof, hebben we afgesproken op de kist. Nou goed, Slauwerhof heeft dan een keertje... Zeg, ik had één keer een gedichtregel gemaakt en dat gaat zo van... Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Nou, ik kan alleen in mijn liedjes wonen, snap je? Ik kan Canción. Je bedoelt, in mijn liedjes kan ik alleen wonen? Hoe bedoel je? Nou, je woont toch alleen? Ja? Ja, bevalt het een beetje. Ja, het bevalt toevallig hartstikke goed. Oké, dat is goed. Ik ben daarvoor geschapen. Nou, het weer over begint, zal ik het nog even uitleggen. Ik vind het heerlijk om alleen te leven. Geen gezeik aan je kop. Niemand die er zeurt. Wat ben je stil? Wat denk je aan? Weet je wel, gewoon... Nee, ik wil het nog weten. Hè? Nee, maar ik vind het echt hartstikke... Weet je wat het hoogste wat ik kan bereiken in mijn huis in Spanje? Dat ik alleen ben, hè? En jullie. Ik hou van jullie. Lekker heet weer, daar ben ik gek op. Elke dag 30 graden, vind ik heerlijk. Dan lig ik op de bank binnen, aircootje aan, 25 graden. En dan kijk ik de hele Tour de France. Van begin tot het einde. Dat lekker slobberen en dan lig je daar op die bank zo. En zie je die gasten bezweet die berg opgaan. Heerlijk vind ik dat. We kunnen met een gevaar van eigen leven paf naar beneden. Heerlijk, lekker vallen en zo. Leuk, jongen. Lig je daar te slobberen. Af en toe een vlak stukje, niks aan. Ga ik even zwemmen buiten in het badje. Dat is hartstikke leuk, jongen. En ik neem het ook altijd op, heb ik in augustus nog wat te doen. Nou, goed. En ik zit er dan helemaal niet mee dat ik geen vriendin heb of daar mee eentje. Ik geniet daar echt van. Helemaal, ik zit nergens mee. Er wonen bij mij een heleboel pensionado's namelijk in de buurt. Hè. Nou, die zie ik wel eens zitten zo. Als ik naar zee ga, nou, dat ziet er niet uit, hoor. Dan ben je blij dat je geen verkering hebt, hoor. Die ziet die allemaal tegen elkaar zitten zo. Zo'n zilveren tafeltje, een bakje koffie, weet je wel. En je ziet vooral zo'n gozer, zie je denken gewoon bijna van... hoe ben ik in godsnaam tegenover dat mokkel terechtgekomen hier zo? Ja, zie je hem echt denken, hoor. Echt waar, hoor. En die gasten kom ik ook tegen in de sportschool. Want ik sportschool tegenwoordig, want ik moet een beetje conditie hebben voor dit vak natuurlijk. En dan kom ik ze tegen allemaal, al die pensionados, die gasten. Maar die sporten niet, die zitten met z'n allen koffie te drinken en te roddelen over thuis. Te schelden op hun vrouwen. Blij dat ik even bij dat wijf weg ben, dat zeggen ze allemaal. Hebben ze eindelijk een vrouw, zijn ze blij dat ze erbij weg zijn. Zeg altijd, dan blijf dan weg, ga niet terug. Weet je wel. En flauwe opmerkingen over die vrouwen te maken. Weer echt misselijk, weet je. Zeggen ze wel, vind ik geen flikker aan met die armen van mij, weet je wel. Ja, een beetje bejaardeseks, dat is alles. Zeg ze dan. Harry, even voor mij, wat is bejaardeseks? Weet jij niet wat bejaardeseks is? Nee, tuurlijk niet, man. Ik ben nog fris en fruitig, hè. Ja, moet ik dat nou aan Jeroen uitleggen? Nou, Jeroen, dat komt eigenlijk hierop neer. Dat, dan heeft hij hem eindelijk overeind en dan gooit zij hem weer om. Dat... Kijk, zij weten dat allemaal. Zij snappen dat. Hè? Ja, nee, ik zit daar helemaal niet mee. Hoor. Ik ben aan mijn lijf geen vrouw. Nee, wat dat betreft niet. Nee. Nou loop ik wel een beetje te patsen. Alles gaat goed met mij, mijn eentje en zo. Maar ik heb natuurlijk ook wel zo mijn problemen natuurlijk. Hè. Om te beginnen heb ik 3 voetbalvelden grond moeten kopen om een huis te bouwen. Dat is een beschermd gebied. Je moet 3 voetbalvelden hebben, anders mag je niet bouwen. Snap je? En daarna moet je die 3 voetbalvelden aan grond bij gaan houden. Nou heb ik de teringen. Dat vind ik niks. Het hele bos staat erop. Daar vallen takken vanaf bomen op. Moet je zagen, slepen. En er zit een olijfgaard zit erbij. Die moet je ploegen en olijven slaan. Weet je wel, nou, je hebt dat zwembad. Had je al chloor, tekort, lekkages, de pomp is naar de kloot. Heb ik nog beesten? Nou, die zijn ziek, moeten naar de dierenartsen en voeding en zo. En heel af en toe denk ik wel eens van... Jezus, een vrouw zou toch wel handig zijn, zeg. Vind ik zo'n leuke grap, hè? Lekker oude wedstrijd. Nee, maar daar heb je toch geen vrouw voor nodig, weet je. Ik heb gewoon een manesje van alles in Spanje, weet je. Hartstikke leuke gozer, Tony. Geweldige vent. En die helpt mij bij alle problemen. Ik heb nergens over na te denken. Als ik een probleem heb, bel ik hem en dan zegt hij altijd... Gary,
Ja, ze kunnen de H daar niet zeggen. Zeggen Garry. Net als Garry Potter, zeggen ze ook al een leukje. Ja, en Jekkers is Gekkers, dus ik heet Garry Gekkers. Nou, leuk. Even lachen. Nou, hè. En zeg ik altijd van dit en dat probleem. En dan zegt hij altijd... Garry, para todos los problemas en la vida, siempre hay una solución. Garry, voor alle problemen in de wereld is er altijd een oplossing. Ja, dat zegt hij inderdaad altijd. En daarna zegt hij altijd... Menos la muerte. Behalve voor de dood. Ja, klopt, hè? Er is geen oplossing voor de dood. Hè? Maar om te pesten zeg ik dan altijd terug... Pero, Tony, la muerte puede ser una solución. Maar Tony, de dood kan wel een oplossing zijn. Snap je? Euthanasie, snap je? Snap je? Ja, dat vinden zij daar helemaal niet leuk. Weet je? Dan abortus ook niet, staat allemaal nog in de kinderschoenen. Daar zijn ze veel te... Nee. Ze zijn veel te katholiek nog, daar willen ze niks van weten. Echt niks, joh. Zeg maar.